Tot en met 18 januari is in het Museum Land van Valkenburg een tentoonstelling te zien met winterse taferelen van de in 1995 overleden natuurschilder Rien Poortvliet. In een aparte zaal wordt De Kabouter uitgelicht. Dit thema maakte Rien Poortvliet wereldberoemd. Zijn boek over leven en werken van De Kabouter is maar liefst in 21 talen gepubliceerd. Veel van zijn schilderijen hebben de natuur als onderwerp. Herten, reeën, vossen en wilde zwijnen zijn zijn geliefde thema's. Onder de titel Hij was één van ons schilderde Rien Poortvliet in warme tinten de geboorte van Christus in Bethlehem en het leven van Jezus. Een van zijn boeken is gewijd aan het harde leven en werken in de late middeleeuwen. En in een ander boek komt het dorpsleven op de Zuid-Hollandse eilanden in de 19e eeuw tot leven.